Het stuur doet het niet, meneer, hoor. Kijk dan. Het stuur doet het niet? Ja, maar ik denk dat ik het ook niet durf als jij rijdt. Ja, maar... Oh, oh. Oh, rustig, Iris. Oh! Deze week ga ik realityster Michella Cox boeien. Ze heeft natuurlijk altijd een mening over anderen. Dus nu ben ik wel benieuwd, wie is zij eigenlijk? En voor deze aflevering zijn we natuurlijk afgereisd naar het pittoreske Arnhem. Want ze woont hier ergens. En ik heb totaal geen plan, dus ik denk dat ik gewoon ga aanbellen. En hopen dat ze niet bij mij wil gaan vechten. Hi, met Iris van Consort. Kunnen we heel eventjes boven komen? Oh, je woont beneden. Oké, nou beneden is ook goed. Oké. Hallo! Ik kom je boeien. Boeien waarvoor? In een programma, je zit in een programma Boeiend. Ik zit de hele dag aan je vast. Oh, echt waar? Ja. Maar ik wou net aan de zonnebank gaan. Kan toch niet zo? Oh, je bent al helemaal in de kerstsfeer. Ik heb een week aan Sinterklaas, dus kom maar zitten. Ik zit aankomende dag aan jou vast. Komt dat een beetje gelegen? Nou, ik heb eigenlijk geen leven, maar ik wou wel aan de zonnebank gaan. En dat vind ik een beetje kut nou. Maar dan zie jij mij naakt. Ja, oké. Okay. We gaan hier een oplossing voor bedenken. Ja. En had je verder nog dingen op de planning staan? Nee, eigenlijk niet. Doelloos. Nee? Doelloos? Geen leven? Nee, vandaag goed mee. Lekker, niks. Even gewoon niks. Ik ben geblesseerd geweest. En ik heb daar echt wel heel erg last van gehad. Ja, wat voor blessure heb je? Ik heb een scheur aan mijn borstspier nog steeds. Hey, borstspier? Ja, oh. En ik heb siliconen. Ja. Dus dat is nog een hele drama. Maar ik heb gisteren voor de eerste keer weer gesport. Dat is heel goed nieuws. Ja. Dat is positief. Ja. Hey, en voor de mensen die jou misschien niet kennen, waar kan men je van kennen? Echte Meisje in de Jungle, denk ik dat dat bekend is. Ik wil naar huis! Ik wil hier niet blijven! Ik haat jullie allemaal! Ik zweer het, ik wil hier niet blijven! Ik ga naar huis! Daar is het mee begonnen ook, toch? Nee, Dames in de Dop. Oh, Dames in de Dop. Ja. Oké. Okay. Maar ik vond het wel heel leuk om te ervaren. Toen dacht ik, oh. Ja, want daarna ben je meer programma's gaan doen, meer op de tv gekomen. Ja. Ben je daar blij mee? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ook al krijg ik heel veel haat, maar ik vind het echt nog steeds leuk. Hoe ga je daarmee om? Boeiend. Nou, boeiend. Het boeit me niet zoveel. Nee, doet je niks? Nee. Soms denk ik af en toe, denk Ja. Maar 9 van 10 keer denk ik, dikke vinger. Dikke vinger, ja. Hoe vindt je dochter dit allemaal? Ze vindt het eigenlijk heel leuk, maar naar de bokservaring vond ze het toch een beetje minder. Ja, waarom? Dat ze dacht dat ze boos was weggelopen en wat gewoon niet het geval was. En toen kreeg ze een beetje haatberichtjes en dat was ze niet gewend. Oh. Ik zei, Amaya, een paar dagen heb ik ook en dan reageert niemand meer. Maar de rest vindt ze het echt superleuk. Wat zullen we gaan doen? Nou, ik heb eigenlijk best wel honger. Ja. En ik ga dan meestal even lunchen en dan ga ik daarna naar de zonnebank. Let's go! Ja? Oké. Okay. Ja, kunnen we daarheen met lopend? Het zou lopend kunnen, maar ik ben nogal lui. Maar hoe lang is het? Lopen? Ja. Nou, toch wel dik 5 tot 10 minuten. Jawel? Serieus? Wil je lopen? Het is koud buiten. Ja, maar 5 tot 10 minuten. Ja, maar echt, ik ga laat me alsjeblieft met de auto gaan, anders heb ik gezegd dat ik voor moest. En de jas, hoe doe ik dat dan? Ja, ik heb mijn jas nog aan, maar je kan er maar gewoon zo overheen doen. Oké, okay, dus eigenlijk kan ik gewoon geen jas aan? Nee, je kan eigenlijk geen jas aan. Wat ellende zo zeg. Zullen we met jouw auto? Ja, ja, dat is goed. Top. Ik kan heel goed rijden. Ik weet niet of ik dat durf. Denk ik me nu. Je bent de slechtste chauffeur van Nederland, hè? Ja, daarom zeg ik kan heel goed rijden. Ja. Wil je een doodstap bij mij in de auto? Mijn telefoon, mijn sigaretten, heel belangrijk. Ja. Autosleutel. Autosleutel? Ja. Wat een drama dit. Ja? Nee, ik ben klaar, kom maar. Ja, oké, okay, let's go. Moeten we hieruit? Ja. Maar hoe gaan wij de auto in? Ik weet het niet, ik weet niet wat voor auto je hebt. Ja, heel klein. Kijk, dit is mijn auto. Oh. Pardon, buurman. Sorry, buurman, ik hoop niet dat je dit kijkt. Ik ben hier helemaal pro in geworden. Oh my god, wat is je auto een teringzooi. Ja, erg hè? Ja, echt erg. Survive! Het is net een vuilnisbelt, hè? Oh. Nou, zullen we rijden, want het is koud? Ja. Wat een lekker nummer. Oh. Ja? Ja, ja. En wel piep is wel stoppen, hè? Nu mag je stoppen. Oké. Okay. Mag je? Ja. Dat is echt heel luxe. Oké. Okay. Kende jij mij of niet? Jawel. Wat was je indruk? Eerlijk? Eerlijk zeggen. Ja, maar kijk, ik ken jou van Temptation. Oh ja? Dat vond ik leuk. Ja. En natuurlijk van Boxing Stars. Ja. Maar heel veel mensen vinden hem echt een kutwijf. Valt dat best wel mee hoor. Ik kan wel een kutwijf zijn. Ja, maar je hebt wel, er zijn wel altijd van die dingetjes online en zo. Dat er dan ruzietjes zijn of dat soort dingen. Ja, maar ik hou toch van een beetje sensatie. Kom op, dat ben ik. Dat vind ik leuk. Oeh! Nou, sorry hoor, mevrouw, maar ik ben heel druk aan praten. Wie denk jij dat er gaat winnen? Nou, ik denk dat Saar of Jessie gaat winnen. Denk ja? Ik kan nog steeds heel goed parkeren. Zie je dat? Als ik terugkom en ik heb 90 euro, is die voor jullie. Ja, kijk heel even naar deze parkeerskills.
Leuk hier. En wanneer krijg je surprise dan? Ja, je kan ook voor de 15 minuten time-out gaan. Gaan we nu dan? Gaan we nog niet zeggen. Hoezo niet? Verrassing. Oh god. En hier is Amanda. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het tijd is om naar de zonnebank te gaan. Ja, ik ben ook aan toe, want ik ben een beetje wit. En ik heb geen bekeuring. Oh, yes! Je hebt geen bekeuring, yes! Zie? Perfect. Ik ben gewoon echt zo gematst weer vandaag. Ja. It's my lucky day. We moeten naar het casino. Oké. Okay. Deze auto ruikt ook lekker naar rook. En echt een auto van mij. Nou, hier zon ik dus altijd. Ja. Zonnebank van mijn broertje. Hoeveel per week ga je? Twee keer in de week. Twee keer per week ga je. Ja. Je houdt het echt goed bij dus. Ja. Ja? Daar word je ook goed oud van en zo, krijg je goed rimpels en zo. Lang leven de botox. Ja? Ja. Ik heb een documentaire gemaakt over botox. Oh, echt? Oh. Ja. Oh. Botox is echt de uitvinding van ooit. Ja? Als jij nou tegen de 40 aanloopt, ja, dan bel je me op en dan zeg je, Michelle, je had gelijk. Ik weet het zeker. Ja? Ik weet het zeker. Oké, okay, let's go. Ik hou zelf niet van een zonnebank. Oh nee? Wij zijn wel heel verschillend, hè? Ja, wij zijn heel verschillend. Dat vind ik leuk. Vind ik ook wel leuk. Ja, wat vind je van mij dan? Ik vind jou aardig. Ja? Ja. Ja, als ik je niet aardig vind, zeg ik het ook, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Ik denk dat je heel erg voor de natuur bent en zo, denk ik. Heb ik dat verkeerd? Beetje zo'n zweefteef. Ja, zo'n onzekere. Ja, ja, ja. Ik mis alleen van die gekke schoentjes. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik mis alleen van die gekke schoentjes. Maar heb je je lippen ook niet laten opspuiten? Mijn lippen? Nou, ik heb niet echt een bovenlip eigenlijk. Zou je die ook niet willen opspuiten? Nee, dat wil ik niet opspuiten. Alles wat kan, wat je niet hebt, moet je gewoon kopen. Ik ben meer gewoon dat je moet blij zijn met wie je bent. Ja, dat is ook mooi, maar ik ben wel weer zo. Ik ben wel weer blij wie ik ben, maar ik koop het toch nog extra. Ik word helemaal herboren. Ja. Ja, ik zie het verschil nog niet helemaal, maar. Nee? Nee. Nou ja, wel een beetje. Ja, zie. Je bent voor de surprise gegaan. Ja? En we gaan omdat je natuurlijk zo goed kan autorijden. Dacht ik. Dat het is misschien wel leuk om te gaan karten. Serieus? Serieus? Maar jij kan dit, want je kan net ook prima rijden, toch? Tuurlijk! Oké, okay. Let's go. Kijk, hier kunnen we straks op staan op het erepodium. Nou, ik heb nog nooit op een podium. Mag ik dan ook één keer voelen als winnaar? Ja, je mag je voelen als winnaar. Oké, okay, moet je zeggen, en de beste is Michelle. En de beste van vandaag mag ik een heel groot applaus voor Michelle Cox. Nou, heb ik toch een keer een goed gevoel gehad. Ja. Word ik niet uitgeboet. Ja. Moet je even klappen voor mij? Eigenlijk moet je zo'n champagne krijgen. Ja, oké, okay, om daar te staan moeten we natuurlijk eerst gaan karten. Hallo, wij komen karten. Wel met de slechtste chauffeur van Nederland. Ik rij. We gaan waarschijnlijk heel hard. Oké, okay, 5 km per uur. Oh, Helm. Ik heb een heel groot hoofd. Ja. Staat je goed? Ja, leuk hè? Zie je, past niet. Oh mijn god. Zeg je toch, heel veel haar. Ja. Oh, stinken dat ding. Je gaat erbij zitten. Ja, anders kan ik het niet. Wat een bevalling dit. Vind je het spannend? Ja, ik vind het heel spannend. Ik ben echt niet zulke dingen bij. Dat vind ik best wel griezelig. Ik voel me net Mario Bros. Zijn er wel eens dode gevallen hier? Nee. Oké, okay, dan is het goed. Dan gaat vandaag de eerste zijn. Nou, daar gaan we dan. Oh, moeders. Dat kan niet hoor. Dat was hartstikke zwaar. Oh jongens, dit is echt het slechtste idee volgens mij ooit om bij jou de kar te stappen. Ja! Oké, okay, leuk. Oh! Oh! Rem. Het stuur doet het niet, meneer, hoor. Kijk dan. Het stuur doet het niet? Hij is wel zwaar, inderdaad. En als je niet meer durft, dan wisselen we. Ja, is goed. Ja, maar ik denk dat ik het ook niet durf als jij rijdt. Ja, maar ik kan wel goed rijden. Het is hartstikke gevaarlijk. Nou, gevaarlijk. We gaan even kijken. Oh, mama. Oh. Doe ik één keer in mijn leven, doe ik nooit meer. Zo niet meer. Echt zo zwaar. Oh. Moet je voor de gein zo eens proberen. Echt ruilen was het dadelijk. Ja, wil jij rijden? Het is gewoon niet te doen. Is goed, ja. Dit moet een bodybuilder gaan doen. Ja. Dit kan gewoon niet. Doe maar echt hoor. Ik ben helemaal buiten adem. Je zou bijna denken dat je sporter bent. Niet heel hard, hè? Nee, nee, nee. Oh. Oh, niet zo hard. Stop, rustig. Niet zo hard. Stop, ja. Nee, rustig rijden. Niet zo hard. Niet zo hard. Oh. Oh, rustig. Oh, nee, ik ben heel erg. Oh, rustig. Iris. Oh, Iris. Oh, mama. Je kan het echt goed. Vind je? Ik had je doodgereden. Oh, Iris. Oh, zijn we klaar toch? Zijn we klaar toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ik vond de surprise heel erg leuk, maar het is niet mijn ding. En
Ik zou zeggen, rij jij maar af. Ik ga lekker een sigaretje roken of zo, want ik ben hier helemaal klaar mee. Maar ik wil eigenlijk nog wel even karten. Echt, doe maar. Maar omdat het word bot ik dan is. Wel ontbonden of moet ik achter je aanrennen? We mogen hier wel heel de los voor, toch? Toch een klein beetje vals spelen, jongens. Freedom! Oké, okay, let's go. Ja, dit was zo leuk! Het is, en blijft natuurlijk wel gewoon het programma boeien. Ik denk dat het weer tijd wordt om Michelle weer te boeien. Zullen wij gaan eten? Ik heb best honger gekregen. Ik heb ook honger gekregen. Ja, weet jij een leuk plekje hier in de buurt? Komt wel goed. Zullen we hier zitten? Ja, lekker. Oh, wat ellende. Ik ben ook helemaal klaar met die boei. Je bent een beetje klaar mee, hè? Met die boei. Kijk eens. Eten. Oh my god. Ik vind het bijna gek om te zeggen dat er weer 2019 er bijna aankomt. Hard gaat de tijd, hè? Ja. Wat ga je doen in 2019? Oh, we slaan me dood. Geen idee. Nee, maar je hebt geen plan? Nee, ik heb nooit geen plan. Je geeft best wel veel je mening ook op social media, ja? Toch? Ja, klopt. Over echt van alles? Ja. Wat is dat ding op social media? Ik zag een aantal mensen een button dragen, stoppen met pesten. En dat ging dan over jou. Ja. Amanda met boksen is opgekomen met Billy, Laura en Rosanna. Mm-hmm. Met stoppesten. En hadden ze hier zo'n ding. Ja. En op de vlaggen schijnt ook, ja, maar ik heb het niet teruggekeken, want ik kan mezelf gewoon niet aanzien die dag. Het schijnt ook gewoon stoppet. Op hele vlaggen hadden ze ermee. Ja. Maar ik dacht echt, stoppesten? Pest ik dan? Dus ik heb Rosanna, deed mee met Temptation Fips. En die heb ik gedeeld op mijn Facebook. En dat zij een plantenbak wilde optillen van een paar honderd kilo. En daar heb ik er echt heel hard om gelachen. Die verstooi. Oké. Okay. En ze stapt uit bed met hakken. Ja. En daar heb ik ook zo om gelachen. Ja, maar ik deel dat dan gewoon, maar dat was niet pesten. Oké, okay, en verder. Hoezo doen Laura... Nou, Laura had een vlog gemaakt. Ik zeg, leuke dame. Maar waarvoor klaagt zij zo? Dat vloggen zo zwaar is. Ja. Dan moet je lekker achter een machine gaan zitten. En dan moet je gewoon gaan werken. Ja. Misschien denk ik dan weer niet na, maar dat vloekte dan weer uit. En ik zei ook, ze hebben ook een walgelijke stem. Maar dat bleef bij. Maar dat mag. Vind je dat nog steeds? Ja, ik vind haar... En Billy zat ik mee in Shopping Queens. Ja. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar nee. Moet je maar even kijken. Billy komt oplopen en ik kijk. En ik kijk nog een keer. En ik denk, oh, ik het wel een krek hoe. Zoals ik helemaal zo dat haar helemaal wil. Helemaal wild. Ik dacht, oh, was het kind eruit? Het was net een junk. Eerst al ik dacht, oh, dat lijkt wel een crack junk. Schijnbaar is dat zwaar leed, want ze zitten nog steeds mee en schijnt nog steeds met vlaggen op te komen. En Amanda? Ja, Amanda heb ik nooit gepest, dus ik snap dat hele verhaal niet. Als ik Amanda wil pesten, heb ik genoeg spraakstof. Dus ja. En wat zou je dan zeggen? Nee. Nee. Nee? Doe je niet? Ja, dat heeft niks met televisie te maken. Haar privéleven, toch? Ja. Doen de bladen wel, hoef niet te doen. Overal is dat best wel online pesten, toch? Nee, joh, hou op. Online shaming, wel een beetje. Nee, is online mening geven. Ja, oké, okay, mening geven, maar je zet iemand wel een beetje te kakken op internet. Hoezo? Nee, ben ik het zo niet mee eens. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Kijk, daar verschillen sowieso weer van elkaar. Dat zit weer heel interessant. Nee, ik vind gewoon, als jij dat zegt, mag je toch je mening geven? Ik vind dat zij een kutstem heeft. Ik zeg dat, is een mening geven. Vind je dat pesten? Ik vind een mening onderbouwd geven, vind ik niet pesten. Ja, maar weet je wat is? Maar mening geven over een uiterlijk of over een stem, kan, vind ik wel pesten. Ja, weet je wat het is? Jij bent gewoon daarentegen veel zachter als ik. Begrijp je dat zij zoiets vinden? Of dat zij dat... Nee. Of denk je dat dat een act is? Nee, ik denk dat ze gewoon zielig willen doen. Want luister, zijn toch volwassen mensen, zijn toch geen kinderen van 12? Nee. En daarna heeft Laura weer een vlog gemaakt dat ik haar gepest heb. Ja, en ik heb geloof ik een keer gezegd dat over iets van... Dat je zulke films uitlekt als je eigen schuld. Maar ja, blijf bij. Ja, sorry, bij mij vind je ze niet hoor. Nee? Nee, tuurlijk niet. Hou op hoor. En wie wil dat zien? Ik verander nooit. Nee? Echt niet, serieus niet. Wat is voor jou dan wel pesten? Wat gaat dan te ver? Als ik nu dingen over Amanda zou zeggen, wat gewoon niks toe doet, dat is pesten. Je gaat iemands privéleven in, dat is pesten. Maar als jij met je kop op televisie komt of op YouTube en je doet iets waar heel Nederland denkt van wat de fuck ben je aan het doen? Ja. Geef ik daar antwoord op? Doen ze ook bij mij. Ja. Ja, dat is waar. En ik moet het ook maar allemaal incasseren. Ja, word jij online gepest? Tuurlijk, maar dat is toch normaal? 5 tot 10 berichtjes per dag, ik wou dat je doodging. Echt? Dik varken, wat ben jij lelijk. En serieus denk je dat ik er minder om slaap? Nee, dikke vinger. Ja. Nee, heel goed, maar ik bedoel... Ja, maar je weet, als je dit doet, dat het over je heen komt. Dus wat zit je te zeuren? Je vult toch ook je zakken ermee? Ja. Ja, fair enough. Ja, zo denk ik gewoon. Ja, nee, ja, volgens mij heb je een goed punt. Jij voelt ook je zak aan mee, dus je moet ook tegen kritiek kunnen. Maar wat is het meest heftige bericht wat jij ooit hebt gekregen? Ik denk dat ik wel vaker dat ik dood moet en zo. En,
En dan doet je niks? Nee, hoezo? Denk je dat die mensen op straat naar mij toe komen en tegen mij gaan zeggen... Ik ga je dood maken. Nee joh, dat zijn internethelden. Ga weg. Ja, ik weet niet. Ik ben een flap uit en ik haat hun helemaal niet. Maar ik zeg gewoon wat ik denk. Ja, zullen wij gaan eten? Ja, ik heb honger, hè? Ja, het ziet er zo leuk uit. Vond je het een beetje leuk? Ja, ik heb er echt gelachen van. Ja? Ja? Ik vond het ook leuk. Ik vind het heel tof dat jij je angst hebt overwonnen door gewoon wel in die kar te stappen. Ja, tuurlijk. Ik ga wel proberen. Maar ja? Ik moest gewoon lachen. Ik dacht echt van, kun je mij nou zitten? Ja. Oh, een kadetje in zo'n karretje. Nee, dat is niet mijn ding, maar ik kon er wel echt om lachen. En ik vond het leuk met je. Ik vond het echt hilarisch. Of zijn twee totaal verschillende mensen. Ja, dat vind ik leuk, weet je wel? Ja. Nou, ik ga je zo een hug geven. Oh. Ja, hier, top. Ik ga je vrijheid Maakt me gelukkig. Freedom! Hey, yes. Dankjewel! Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden. Is het nou zo? Laat even een leuke reactie achter. Volg Michelle natuurlijk op Instagram. Ook. Duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk op het YouTube kanaal van Concert Bold. En laat ook even weten wie je volgende week wil zien. Doei!